Niet te lang, want ja, anders wordt het weer zo'n zeikvideo en dan, hè, dat soort dingen. Je wordt, zeg maar, zo niks gegund op de weg als brommer. Je wordt de weg niet gegund, iedereen die gaat bumper kleven. Als je geen brommer rijdt, dan snap je het ook niet. Als je nooit brommer hebt gereden, snap je het helemaal niet. Goedemorgen, dames en heren. Nee, dames en heren. Welkom bij je nieuwe vlog. En ik ben ondertussen mijn spiegels aan even aan het goed zetten. Want, ja ja, hij is er weer. Hij zit vast. Ik heb hem gemaakt. Wie wil je dan? Mark. Plastic! Hoe wil je me, moet je niet meer vragen, maar hij is gemaakt. Ik heb hem gefixt na 3-2 brommenvlogs ongeveer. 2 of 3 brommenvlogs. Eindelijk. Ik kan weer zien. En ik kan weer normaal kijken in mijn spiegel. Zonder dat hij elke kant op gaat. Maar... ik heb vorige week een brommervlog gemaakt. Vorige week niet. Vorige week. Oh, wat kut. Voor mij vorige week, voor jullie 2 weken geleden als, heb ik een video gemaakt over Nederland is kapot. En ik wilde vandaag weer even kort gaan over, ja, hebben. Niet te lang, want ja, anders wordt het weer zo'n zeikvideo en dan, hè, dat soort dingen. En ik wil ook even zeggen, bedankt voor iedereen voor het abonneren. Dat ik laatst had gekeken. 275 volgens mij. Misschien is het nou wel meer. Of misschien wel minder. Maar dan doe ik iets fout. Dat gezegd hebben. Laten we beginnen aan de vlog. En goed, Nederland is kapot. Want even terugblikken op de vorige aflevering. Deel 1. Deel 1 vertelde, had ik het over hoe het nu wettelijk is met snorfietsers. Met een helm op. Wat ik nog meer over haat die je overheen krijgt. Volgens mij was dat het. Oh ja, media hadden we ook over. Inderdaad, media. Dat was het laatste waar we over hadden. Dat het verdraaid werd. Dat soort dingen. Als je het niet gezien hebt. Ik zal hem even linken hierboven in de hoek. Dan gaan we toch even terugblikken naar op de weg. Met een brommer. Je wordt, zeg maar, zo niks gegund op de weg. Als brommer. Kijk, en dat snap ik ook. Want er hebben heel veel mensen dat hebben dat gewoon verneukt. Om het zo even te zeggen. Er zijn mensen die rijden echt als maloten. Gaan bijvoorbeeld daar rijden waar je hier moet rijden. Gaan gevaarlijke situaties creëren. Door dat soort gasten. Hè? Kijk, mij boeit het niet dat je te hard rijdt. En mij boeit het niet dat je wheelies doet en dat soort dingen. Houd de veiligheid, weet je. En ik kijk ook wel eens andere brommervloggers. En die houden het netjes aan de regels, zeg maar. Die houden het veilig, die houden het... Maar er zijn heel veel mensen, en die kom ik tegen. En kijk mijn funny moments, en dan kom je er genoeg tegen. Die verneuken het, om het zo... Ja, ik moet het niet zo gaan zeggen. Die verpesten het voor iedereen qua brommer. Want iedereen krijgt haat op elkaar. Iedereen, de automobilisten, die krijgen haat op brommers. Wij krijgen haat op automobilisten. En dan word je niks gegund. Je wordt de weg niet gegund. Iedereen die gaat bumper kleven. Dat is ook een reden waarom ik een GoPro heb aangeschaft. En waarom ik me dan juist veilig voel. Ik word zo vaak... En kijk mijn funny moments of een andere vlog of dat soort dingen. Ik word zo vaak heel strak ingehaald. Gaat er iemand bumper kleven? Dat soort kleine dingetjes. En ik weet zeker als jij brommer rijdt. Dan ga jij dat ook krijgen. En weet je dat ook. Waar ik nu over praat. Als je geen brommer rijdt. Dan snap je het ook niet. Als je nooit brommer hebt gereden. Snap je het helemaal niet. En één ding kan ik je nu al zeggen. Zeg maar. Als jij het haat aan brommers hebt. Heeft de brommer ook haat aan jou. Dus zorg ervoor dat het ook veilig is voor brommers en scooters op de weg. En uiteraard heb ik ook mijn GoPro op helm zitten voor wielrenners. Die ga je ook krijgen als jij pas je rijbewijs hebt of al je rijbewijs hebt voor je brommer. Wielrenners. Verschrikkelijk. Wielrenners wil je niet. Wat ik altijd doe bij wielrenners, kan er een heel brommervlog gaan vuil maken. Ga ik niet doen. Tenminste, als jullie leuk vinden, doe ik het wel. Maar de laatste tijd heb ik al geen wielrenners achterop me gehad. Maar dan gaan ze precies achterop je rijden. En dan heb je je spiegels goed afgesteld. Je ziet ze niet. Je ziet gewoon niet in de spiegels dat ze er zijn. Dus je moet altijd, als jij vlak langs de wielrenner oprijdt, zeg maar... Of ja, die vlak gewoon een normale route, een normale inhaalpoging, zeg maar. Als je dat doet, dan kan de wielrenner al jou bijhouden en meegesleurd worden. Dat is ook de reden waarom ze dat doen. We worden dan meegesleurd en hoeven minder kracht te leveren op zijn pendalen. Nou, heb jij nog dingen die je wil vertellen waar jij een haat aan hebt? Of
waar jij vindt dat Nederland een beetje kapot maakt, laat het zeker weten hieronder in de reacties. Vond je deze video nou leuk? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren. Vergeet mijn Discord niet te checken. En mijn andere social media's. En dan zeg ik jou tot de volgende video. Hoi hoi.